de vogeltjes fluiten. De andere lampen zijn alweer uit. Oh, die moet nog aan. De toeter. Maar die werkt ook een batterij, net zoals dat. Net zoals dat. Zie je nu weer. Deze hadden jullie dus al gezien. Die hadden jullie al gezien. Mijn gouden regenboom, zeg ik altijd. Ik had die snoeren, die zitten allemaal lekker door de war. De ster, weer. Dat kerst, ja, het is een model van een kerstboompje met een hek ooit van een mannetje gehad. Stickers. Kijk. Ja, het staat daar ook allemaal aangegeven dat ik in de buurt van Fancy zit. En door de camera beveiliging heb. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, een vreemde, rare, gekke dag voor mij. Ik ben niet vooruit te branden na een paar dagen wel. Het gaat gewoon, het vliegt me weer even allemaal aan. Maar dat kan gebeuren, ja. Vooral deze tijd van jaren. Iedereen heeft last van. Ja, en dan niet in orde zijn. Dat de griep zo lang aanblijft, ja. Het is niet echt meer griep, maar moe zijn, hoofdpijn, buikpijn, rugpijn. Die vier dingen in één. Wordt heel veel overgeklaagd door Janneman en Lien en Trien en weet ik van wie nog meer. Er wordt heel veel overgeklaagd. Ik heb er dus zelf ook last van. Het gaat een paar dagen goed en dan hup, krijg je weer een dreun naar beneden. Kan gebeuren. Ik heb nou ook hele rare hoofdpijn. Het zit er meer hier. Ja. En hier. Dus ja, daar word je niet vrolijk van. Ik ben maar een klein beetje opgemaakt. Ik had een beetje zwart, meer niet. Ik zou vandaag de laatste takken gedaan hebben. Dat doe ik even goed nog wel. Ik moet buiten nog even met de verlichting bezig. Dat doe ik straks ook. Maar ik ga aangezien even weer lekker met de meisjes lopen. Het is vandaag trouwens, ja, echt een welkom bij een gloednieuwe vlog. Vergeet het helemaal, geen nagaan. Maar in ieder geval, het is vandaag de 6e van de 12e. En ja, nog een paar weken zitten we nog in 2023 en we leven al om 5 over 5. Ja, ken je dat? Het is vannacht ook nachtwerk geworden hoor. Ja, echt. Want ja, ik moest die takken nog afmaken. Jullie weten dat ik daar gisteren mee bezig was. En toen kwam Mario met Anna. Ik wist ervan, maar ja, het was me net wel Anna, weet je. Die had ook misschien andere dingen. Ik denk, ja, dat kwam ze misschien niet. Dus ik begin gewoon aan die takken. We zien wel hoe ver we komen. Nou, daar heb ik vannacht ook nog, tenminste gisteravond, afgemaakt. Eer dat af heb en klaar heb en buiten heb opgehangen. Moet ik dat nog met de verlichting aan de gang, want het wou vannacht niet lukken. Zoals ik het wou. Maar ik lag op bed en toen bedacht ik, hé, het kan ook zo en dan moet het wel lukken. Dus ik doe het even andersom, ja. En dan moet het wel lukken. Maar ook moest ik nog een vlog in elkaar zetten. Dus ja, dan hé, dat het hartstikke laat gaat worden. En ik was moe en ik heb mijn telefoon even leeggeveegd en even, nou 3-4 berichten was het waar ik antwoord op moest geven, dat heb ik gedaan. En toen ben ik in slaap gevallen en ik heb misschien 1,5 uur slaap gehad en toen was ik weer wakker. En dat is niet leuk. Waar ik van wakker werd, weet ik niet, want de dieren waren lief. Die lagen allemaal te slapen, ik werd wakker. Ik denk, nou ik ga ook maar even naar de wc, ik had dat ook maar gehad, dus... Gedaan.
De meisjes kwamen ook niet mee naar beneden. Normaal is Rijk een van de eerste die beneden komt, maar ook niet. Dan ben ik ook maar weer in bed gedoken. Maar denk je dat ik slapen kon? Nee dus. Maar ik heb allemaal slaap nodig, net zoals ieder ander. Was het vanochtend pas 10 uur. Hekketje worden en toen ben ik pas in slaap gevallen. Ja, en dan slaap je als een blok en dan word je wakker met zo'n hoofdpijn. Dat je kan het licht niet hebben naar je ogen. Dus ja, toen heb ik mijn medicatie ingenomen en nog een keer naar de wc in meisjes de tuin ingedaan. En toen ben ik er weer ingedoken. Met dat ik heel laat ben. Maar ja, niks aan het doen. Ik kan er ook niks aan doen. Mijn lichaam die heeft het wel nodig. En als mijn hoofdpijn te erg is om eruit te stappen, ja, dan blijf ik leggen. Ik denk dat iedereen dat doet. Als je hoofdpijn te erg is, en ik ben altijd een migrainepatiënt geweest. En van vroeger af aan, of vanaf kind af aan, ik weet, ik kan me niet anders herinneren. En sinds dat ik bij de zee ben komen wonen weer. Ik ben hier geboren, maar ja, ik had het wel. Maar ik heb ook in Friesland gewoond, et cetera. Ja, dan verneem je dat het eigenlijk erger gaat worden. Toen zei de huisarts die ik daar destijds had, ga weer eens naar zee terug. Dus ik heb gekozen voor mijn eigen geboortestad. Daarom ben ik hier gekomen. En toen is het weer minder geworden. En dan heb ik het misschien 1 à 2 keer in het jaar, terwijl ik het vroeger vaker had, dat ik in Friesland, et cetera, woonde. Ja, en dan heb ik het 1 à 2 keer in het jaar. Maar ja, ik heb gewoon ook onweershoofdpijn. Ik heb, wanneer het gaat sneeuwen, heb ik ook door de sneeuw hoofdpijn. Dat kan ik aanvoelen komen en dan hoeft het wel niet hier te vallen. Al valt het in Den Haag of Friesland of Rotterdam, weet ik veel, weet je. Ik voel het wel, want het zit in de lucht. En dan, ja, dan heb je hoofdpijn. Nou, dan voel je eigenlijk gewoon niet lekker. Want dat gaat, kijk, het weer voorspellen bij wijze van spreken. Maar daarom zeg ik, het hoeft niet hier te vallen. Het kan ook elders vallen. Dus ja, dat dus. Ik zie ook dat ik ben vergeten en dat is de camera aan de lader te zetten. Dus dat gaan we zo even doen. Ik zie nou nog maar 2 streepjes. Dus ja, gaat weer even naar de lader. En dan ga ik met meisjes uit. En als ik terugkom, dan ga ik even met het licht. En dat is allemaal klaar. En ik heb ook een lichtje op mijn schouder. Dus ik kan bijschijnen. En dan zie ik wat ik doe. Deed ik vannacht ook al, maar ja, toen wou het niet zoals ik het wou, maar niet helder nadenken, omdat je al zo moe bent. Maar in ieder geval, het komt allemaal goed en als het klaar is allemaal, dan laat ik het jullie eventjes zien. Ja, we moeten eerst de verlichting voor elkaar hebben. Ja, dus ik zeg het, lieve vrienden, geniet ze, maar geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ik ben met een meisje weer thuis. En terwijl ik thuis kwam en nog in de tuin was en de meisjes nog aan me gekoppeld zat, heb ik het licht buiten voor elkaar weten te krijgen. En dan ga ik jullie laten zien en lopen eventjes om het huis heen. Want natuurlijk ook, dat moeten jullie buiten even kunnen zien. En dit moeten jullie ook buiten kunnen zien, ja. Maar ja, gisteren werd er ook al gezegd, ik zat er eentje op de bank, dat was Anna. Die vond het ook zo leuk als ze naar buiten keek, zag ze de kamer erin weerspiegelen. Ja, dat klopt, dat zie je er ook in weerspiegelen, dat is gewoon leuk. Ja, dat vond ze mooi. Nou ja, ik vind het ook mooi. Er komt toch het kindgevoel in een mens weer naar boven. Ja, dus we gaan even naar buiten, dus ik draai jullie even lekker om. Even de boom. Knuppie om, daar zit er niet ook veel om. Lintje bij me. Anders waar die straks voor het scherm, doet me niet. En dan gaan wij even naar buiten. Waar de vogeltjes fluiten. De andere lampen zijn alweer uit. Oh, die moet nog aan. De toeter. Maar die werkt ook een batterij, net zoals dat. En net zoals dat. Zien jullie hem weer? Deze hadden jullie dus al gezien. Die hadden jullie al gezien. Mijn gouden regenboom. Zeg ik altijd. Ik had die snoeren, die zitten allemaal een keer door de war. Geloof ik. Ja. Komt door de wind, hè.
Ja, komt helemaal door de wind. Door de wind, door de wind, door de wind. Nou, zo'n beetje. Nou ja, die doet het nog wel, maar die doet het niet meer. Daar moet ik even mee bezig. En de zonne-energie, ja, die doet het sowieso al niet. Nou, wat voor zon hebben we? Maar dit is hem dus. Waar ik gisteren mee bezig was. En heb ik het een beetje door die toren heen gedaan. Ik weet niet of dit te strak is. Nee, valt wel mee. Die toren rijdt niet weg. Dan gaat gewoon zo daar naartoe. Daar naartoe. Ja, dan loopt zo'n lampje van Audi op mijn schouder. Ja, er zit zo'n zwart ding ertussen. Die. Dat is op AB. En dan een dubbele waterdichte stopcontact. Dus. Nou ja, en daar wil je stralen. Nou, kijk. Kan je nog iets zien? Leuk, hè? Ook op het dak. Zijkant van het huis. Hij heeft er niet last van, ik heb hem nog niet horen klagen. Dus. Nou, dan gaan we even omlopen. Die lampjes doen het niet meer vanwege de zonne-energie. Ja, die doet het nog. Waarom die wel en de rest niet? Bijna niet. Even naar de voorkant, dat heb ik zelf ook nog niet gezien. Ja. En daar al hebben ze ook al wat kerstverlichting hangen. Daar in het gebouw verderop. Dus. Wel leuk. Kerstik moet opgehaald worden. Hoi. Nou, de ster weer. Dat kerst, ja, het is een model van een kerstboompje, maar dat heb ik ooit van mijn mannetje gehad. Stickers. Kijk. Ja. Het staat daar ook allemaal aangegeven dat ik in de buurtpreventie zit. En dat ik camerabeveiliging heb. Ja, en ook dat ik een vlogster ben. En ingang op de hoek en dat moet weer eens vervangen worden. Hier klokken. En daar allemaal verlichting. Dus. Dat dus. En daar is ook al verlichting voor het raam. Hartstikke leuk allemaal. Gewoon geweldig. Ik vind het mooi. Ik vind het wel wat hebben. En als de mensen ook eens wat liever worden naar elkaar. Ja. Dan zou het heel wat fijner zijn. Wees lief voor elkaar. Heb respect voor elkaar. En vooral de jeugd. Dat is een verschrikking. De jongeren. Dat is heel erg. Dat die geen respect, geen normen, geen waarden meer hebben. Voor elkaar en voor een ander. Ook niet voor ouderen. Ik vind dat bizar. Ja. Ja. En als je hier binnenkomt is het ook weer zo mooi. Ja. Ik vind het wel wat hebben. Hi, we zijn al weer naar buiten. We komen net thuis. Kom maar weer naar binnen. Jij weet ook nog wat je wilt.
Nee? Maar ja, ik ben al alleen. Dus, wat doen we? We gaan dat weer uitdoen. Want dat is er een heleboel. Ja. En dan moet Google opdracht geven. Dus dat doe ik zonder jullie. Want dan gaat bij jullie de Google ook af. En dat komt maar niet. Dus tot later en geniet ervan. Zo, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer eventjes bij elkaar. Mario, die is trouwens net de deur uit, die was vandaag weer op visite. Ze kwam hier al, maar ja, omdat ik gisteren iets van Anna vond, zo'n mouw die ik eigenlijk ook heb, die zij dragen moet, die was ze vergeten. En die heeft Mario nog teruggebracht, maar ja, dan blijft ze daar eerst ook weer een tijdje zitten. Later kwam ze weer hier, had kerstfilms met mij zitten te kijken, hartstikke leuk en gezellig, en nou is ze net de deur uit. Ik heb in de tussentijd een vlog in elkaar gezet en naar YouTube gebracht en dat is klaar. Dus ja, ik heb mijn vrijheid. Ik ga eventjes dat nog opslaan. Zo, ja. En een kruisje in dicht. Nou, dan ga ik eventjes... Ik ben geloof ik 2 dagen al niet op Facebook geweest, dus ik ga nu naar Facebook. En daarna ga ik de meisjes uitlaten. En daarna gaan we naar bed. Dus ik probeer straks nog eventjes terug te komen om wat rustig te wezen. De televisie staat nou ook nog aan. En die staat ook op een of andere, weet ik van wat voor een film. Maar in ieder geval, laat maar gaan. Kijk wat achtergrondgeluid zo meteen. Daar staat nou het geluid vanuit. En ja, ik moet morgen een heleboel dingen doen en ook komt Willy morgenmiddag. Dus ja, hoe en wat morgen de dag reilt en zeilt, ik weet het niet. Ik moet trouwens ook weer opladbare batterijen erbij hebben. Ik moet sowieso proberen naar de Action toe te gaan. Mario die zou mee, die wil mee. Ik moet kerstpostzegels halen, zodat de kerstkaart op de post kan. Ik moet van de week ook nog kerstkaarten zien rond te brengen hier in Den Helder. Dus ja, ik heb nog druk. Ik moet nog een kerstcadeautje kopen. Ik moet nog een cadeautje halen voor Marianne, want die is vandaag jarig. Donderdag. Morgen eigenlijk voor velen. Maar dat komt morgen wel. Dat zal ik even proberen weer voor haar te zingen. En... vrijdag ga ik daar naartoe en dan ga ik gewoon gezellig mee. Maar dat is pas vrijdag. Ja, het is nu nog woensdag. Eigenlijk al net 8 minuten is het donderdag. Nee, donderdag is al 8 minuten jong. Ja, ken je dat? Nee, nou 9. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, gewoon geniet nog als je nog opblijft van de dingen met wat je doet. En anders voor degene die al naar bed gaan wel terugten. En tot later. Zo, lieve vrienden, ik had beloofd om nog een keer terug te komen. Om jullie wel rusten te wensen. Ik heb de computer gelaten, de televisie gelaten, ik heb de meisjes gelaten gelaten. Dus het is tijd om naar bed toe te gaan. En dat mag ook wel, want het is... Het is 2:52, zegt Google. Dus dat zal er nog wel wezen. Dus ja, klopt als een bus, want het is internet. Ja, dus een tijd om naar bed toe te gaan. Dus ik zeg welterusten, lieve vrienden. Geniet van jullie eigen nachtrust. En ik hoop dat jullie ook een goede nachtrust mogen hebben. En morgen gezond weer op, zoals altijd. Proberen om dan lekker gezond op te staan. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!